Hallo allemaal, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe update van mijn moestuintje. Zoals je weet ben ik een weekje op vakantie geweest. En nou ja, ik heb echt onwijs genoten. En vandaag was echt een fantastische afsluiter, want het was super lekker weer. Maar zoals je ziet is het echt onwijs goed gegaan met mijn tuintje. Mijn tante heeft er echt heel goed voor gezorgd. Ze heeft ook steeds fotootjes naar me gewhatsappt. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Dank je wel. Maar ik zal eerst eens even laten zien wat er nou precies allemaal gebeurd is. Want de allerleukste plant, vind ik nog steeds, de zonnige bloemenmix, die is echt wel klaar om naar een nieuw potje te gaan. Kijk, het is echt superleuk, want die komt dus omhoog en hij heeft nog een hoedje op zijn hoofd. En hiernaast ligt een zaadje. Die zat blijkbaar op een blaadje. En die is ook open. Dus dat hoedje is er ook weer af. Beter in beeld kan brengen. Kijk. Zie je? Dus superleuk. En nou ja, je hoeft dus eigenlijk niet te helpen, maar je kan hem er dus van afhalen voor het plantje. Dat moet je wel voorzichtig doen, zo. En dan kan het blaadje zich mooi uitvouwen. Wat ik wel lastig vind van die bloemenmixen. Kijk, de wortels komen ook al helemaal door de pot heen, dus hij is echt toe aan een nieuw potje. Het makkelijkste is als je dit soort plantjes gaat doen, dat je ze toch al gelijk los in een eierdoosje of zo, los in elk vakje doet. Want dan kunnen ze veel makkelijker, kan je ze veel makkelijker verpotten. Want je ziet, dit staat allemaal te dicht op elkaar. Dus ik ga straks het potje heel voorzichtig uit elkaar halen. Heel voorzichtig met de wortels, want als je die te veel stuk maakt, dan doen ze het niet meer. Ik wilde hem eerst in die bak op poten zetten, maar toen dacht ik, dat is met een zonnebloem helemaal niet handig. Want die gaat de lucht in en dan past hij heel snel niet meer. Dus die ga ik toch eerst in een gewoon potje zetten. Daar laat ik hem wat steviger worden. Ja, en het zijn er wel veel hoor. Het zijn er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Daar komt nummer 10 ook nog op. Dus dat is best wel veel. En zoveel potjes heb ik ook nog niet. Dus ik ga hem nu eerst toch wel even verpotten. Met z'n allen even in een ietsje groter potje. En dan ga ik hem tussendoor nog een keer in allemaal losse potjes verpotten. Maar die moet ik gewoon nog even halen, want die heb ik op dit moment niet. Want wat ik van plan ben is om hem in... Ach, kijk, die makkelijk in beeld. In deze grote rode pot te zetten. Hebben ze even iets meer ruimte. Want dit gaat niet lang goed zo, denk ik. Maar goed, mijn favoriet is in elk geval helemaal opgekomen. Rode bloemenmix, die had toen toch zo'n klap gekregen. Nou ja, ik verwacht er niet zoveel meer van. Dus die gaat niet zo goed. Net als gele bloemenmix. Dat wordt hem denk ik echt niet meer. Maar de blauwe bloemenmix, die is eigenlijk ook zo langzamerhand toe aan een nieuw potje. Want kijk, hij heeft 3 blaadjes. Hij krijgt al een soort ander blaadje. Dus die komt wel in die bak met die hoge poten terecht. Maar goed, daar moet ik even de juiste aarde voor halen. Want ik had laatst aarde gehaald, maar die heb ik toch in de voortuin gebruikt. Dus ik moet weer even een nieuwe zak halen. Is op zich niet erg. Dan hebben we de roze bloemenmix. Nou, die mag nog wat groeien. Maar ook die is mooi opgekomen. Het zijn een beetje hartvormige blaadjes. En dit is de... regenboogbloemenmix, die gaat ook goed, maar die ga ik ook nog niet verpotten. Paarse bloemenmix komt heel langzaam boven. Nou, dit is mijn andere paarse bloemen. Oh, ik neem een ander bordje mee. Dit is geel. Ik vind echt die bordjes dit jaar echt helemaal niks. Je drukt het zo dubbel, het is heel snel slap als het eenmaal vochtig wordt. Dat waren die oude bordjes niet. Kijk, en deze heeft dan ook, net als die andere... 1 plantje wat omhoog komt. Dan heb ik witte bloemenmix 2 keer staan. Dan zie je dat die ook al 3 blaadjes heeft. En dit gaat ook de goede kant op. Dus ik ben eigenlijk best wel tevreden hoe het tuintje erbij staat op 2 na dan. Maar goed, die ga ik gewoon uiteindelijk weer opnieuw. Die heb ik al staan, maar die moet nog ontkiemen. Nou, het verspenen, het is al even geleden dat ik het heb gedaan, maar wat het makkelijkste is als je potje echt heel erg vochtig is. Want dan kan je het makkelijkste straks de plantjes
ja, voorzichtig uit elkaar trekken. Dus je kan hem ook gewoon even een tijdje onderdompelen. Dan wordt het potje lekker week. En dan kan je hem heel goed open scheuren. Als ze nou niet zo dicht op elkaar hadden gestaan en je had er maar eentje gehad, dan had je hem ook met potje en al in de grond kunnen zetten. Want dat potje dat vergaat op een gegeven moment gewoon. Maar goed, ik moet ze dus toch los zien te halen. Oh, nou haal ik beter dat bordje even eruit. Anders dan heb je daar echt niks meer aan. Zo. Gaan we eindelijk weer eens een keer wat stappen zetten in het tuintje. Dat is leuk. Dan ga ik snel die aarde halen. En dan kan de rest ook. Nou, wat je dan moet doen, is eigenlijk moet je hem heel voorzichtig losscheuren. Zo. Ik wil die wortels zoveel mogelijk intact houden. Zie je, dan kan je hem heel makkelijk afpellen. Allemaal kleine worteltjes. Ja. Ja, die is ook los. Nou, nog één wortel te gaan. Zo. Er zit hier echt een hele grote wesp. Hoorde je hem? Oké. Okay. Nou, dan gaan we dus... Oh, die valt al los. Kijk, en ze zitten nu al een beetje in elkaar gevlochten. En dat wil je eigenlijk niet, want... Ja, dan krijg je ze niet goed meer... Kijk, nou is hij los. En... Je ziet dat hij nog goed intact is. Dus dan hebben we er 1, 2, 3, 4. Kijk, hier ga ik het ook weer moeilijk krijgen. Jij ook opzij, 5. Nou, hier ligt dan 6. Dat is wel een heel kleintje. Dat is eigenlijk nog ietsje te klein. Het lijken twee soorten. Hè? Je hebt een beetje paarsige blaadjes. En dan heb je de gewone groene. Top. Zo, die zijn allemaal los. Ie, vies gevoel. Nou, dit gaat even mijn noodpot worden. Ik had hem liever een slagje groter gewild. En ik had er liever wat meer aarde in gewild. Hij is erg nat op het moment. Dat is iets makkelijker met planten. Er zit ook nog wat van die, dat zat al in de aarde, van die plantenvoedingbolletjes in. Hij is wel heel nat. Ik ga er toch nog een beetje aarde bij gooien, want ik vind hem iets te nat. Dat is ook niet fijn. Zo, dat is alweer ietsje beter. Het is ietsje droger nu. Wat ik ga doen, ik heb er best wel veel voor dit potje. Ik had liever een groter potje gehad. Wat ook heel belangrijk is, dit potje heeft aan de onderkant geen gaatjes. Als je deze nou buiten zet en het gaat heel hard regenen, dan verdrinken je plantjes. Dan staat hij bij mij onder die overkapping. Dus dan is het niet zo erg, zeg maar onder die blokhut achter in de tuin. Dus dan is het niet zo erg. Maar dat is wel belangrijk om daar even rekening mee te houden. Anders dan heb je straks verdronken plantjes. Wat je gaat doen, je gaat hem zo ver mogelijk. Ik zet hem meestal gewoon dat hele witte stuk zet ik in de grond. En dan, dan blijft het een beetje een stevig plantje. Zo. Dat is 1. En kijk goed dat je die wortel, daarom is het belangrijk dat je zo diep met je vinger gaat. Je wil ze zo min mogelijk opvouwen, want dat vindt hij eigenlijk ook niet zo heel leuk. Dus die wortel proberen een beetje te begeleiden naar beneden. En ook weer zachtjes, dat je hem niet plat drukt, want dat vindt hij ook niet leuk. 2. Ik gooi er straks denk ik nog een heel klein laagje aarde overheen.
En zo doe je de rest dan ook. Je zet je allemaal gewoon zo erin. Probeer zoveel mogelijk afstand te houden. Nogmaals, dit potje is eigenlijk te klein. Ik ben weer niet zo heel goed voorbereid. Ik zet het bordje er weer in. Yay! En dan is het eerste weer verpot of verspeend. Eigenlijk had ik ook gewoon een aantal weg moeten doen. Maar ik heb daar altijd een beetje moeite mee. Ik vind het altijd zo zonde. Dan heeft zo'n plantje zo zijn best gedaan om op te komen. Maar het is wel beter, want het is echt gewoon te vol. Maar goed, ik ga gewoon regelen dat er een goed potje komt. En dan komt dat ook wel weer goed. Ik denk ook dat ik ergens in de border een plekje vrij moet maken. Dat ze uiteindelijk daar komen te staan. Dus ik ga een stukje helemaal leeg maken. Ik weet alleen nog niet zo goed waar. Want het is behoorlijk vol daar. En dan heeft de zonnebloem straks echt de kans om mooi groot te worden. Ik heb ook nog een andere hindernis. Wacht, ik ga het even laten zien. Dat is makkelijker. Want dit is de border van de tuin. En zoals je ziet... staat het behoorlijk vol. Dus dan zou ik ergens... hier staat nog niet zoveel. Maar goed, er staat wel weer die kamperfoelie achter. Maar ik zou dus op een of andere manier... Hoi Poes. Zou ik moeten proberen om daar dan een plekje vrij te maken. Maar als die dan gaat groeien... Kijk. Ik heb hier zo dat net hangen. En dat heeft ook een reden. Want dan kan hij niet ontsnappen. En niet vervelend doen in andermans tuin. Dat is ook wel fijn. En niet plat gereden worden. Maar goed, ik heb overal dus die hekken zitten. Dus mijn pruimenboom, die moet ik ook elke keer snoeien. Want die mag niet hoger worden. Dus ik moet altijd een beetje klein blijvende plantjes hebben. En zonnebloem kan echt heel hoog worden. 1,80 meter redt die wel. En dat is die schutting. Ik heb nog een andere optie. Daar heb ik ook naar gekeken. Want ik heb ook nog deze speciekuip. En als ik die nou helemaal zou vullen met aarde. En ik zet hem een beetje op het midden van het grasveld. Dan kan die gewoon wel helemaal de lucht in. Maar goed, daar ben ik dus nog niet over uit. Maar goed, dat duurt toch nog heel lang voordat ze zo groot zijn. Zou die erin gaan? Nee. Zo, en nou staan ze er weer leuk bij. Dit was weer mijn update van vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ik ben heel benieuwd hoe het ook met jullie tuintjes gaat. Dus stuur me vooral berichtjes en foto's. Vind ik echt heel leuk. Dankjewel. Doei doei!